17 mei. En ik wist het meteen, dat is geen doodgewone. Haar nagels waren lang en haar mond wilde praten. Dus ik vroeg haar meteen, kom jij bij me wonen? En ze liep met me mee. En ze liep naar mijn kamer. En ze rook aan mijn koeken. En ze rook aan mijn haar. Ze lachte het licht aan, want mijn huis was te donker. En bij alles wat ze zei, dacht ik, ja, dat is waar. Want we hadden elkaar. En ik keek door het raam hoe ze danste in de sneeuw. Ja, zonder Isis was ik alleen. En ik zat op een stoeltje, maar samen met Isis was mijn leven een schreeuw. Ze belde aan bij de buurman die ik nog nooit had ontmoet. Ze zag het in zijn ogen dat hij wel wilde, maar niet kon. En toen kocht ze een hond voor hem. Zo heeft het vier poten en een staartje. En de volgende dag stond er een leuke plant op zijn balkon. Kijk naar binnen, oh lieve Jesus. Ik geloof jou op je woord.